Wij gaan nu 10.000 euro investeren in aandelen en dit is hoe we dat gaan doen. De aandelenmarkt staat op een all-time high. En wij gaan jullie laten zien hoe wij onze lange termijn portfolio op gaan bouwen voor de aankomende jaren. We gaan dat in de content doen en we gaan jullie overal meenemen. We gaan laten zien hoe we gaan aankopen. We gaan laten zien hoe we winst gaan nemen. We gaan laten zien hoe we de asset selectie gaan doen. We gaan starten op die all time high en we gaan alles laten zien. Dividend, ja. alles komt naar voren. Alles gaan we meenemen in deze nieuwe serie. We gaan gewoon scratchen van een nieuw portfolio opbouwen. Leukste ja. wat er is. Ja, absoluut. Is echt het leukste wat er is. Kijk, je eigen portfolio managen. En links en rechts een keer wat bijkopen, of wat veranderen of wat aanpassen. Dat is dagelijkse routine. Ja. Daar ben je elke dag mee bezig. Top. Maar net als dat wij uh, met prede vaak zeggen: zo'n 100-dollar accountje. Vind je ja. leuk? Even terug naar de basis. En dat is hetzelfde met dit: uh, een account op gaan bouwen vanaf scratch. Leuk dat er is. En dat ook nog eens op een Altom High. Ook nog eens op een Altom High. Ja, dan ja. heb je weer met andere zaken te maken ja. waar je rekening mee moet houden. Dus je moet je geld voorzichtig gaan, gaan allokeren. Ja. En uh, ja, dat gaan we, gaan we doen in deze serie. Dat gaan we doen in deze serie. En uh, in de vorige video hebben we aangekondigd dat we dat gaan doen bij Maxim. Uh, in die video hebben we ook uitgelegd waarom we voor dat platform hebben gekozen. Maar ja. Ja, de vraag is dan, hoeveel gaan we dan investeren? Want ik heb net al gezegd, oké, okay, we gaan 10.000 euro gaan we investeren. Dat gaan we eenmalig doen. Ja. 10.000 euro investeren? Want we moeten ergens beginnen. Ja. Er moet een beetje beef in het account zitten. Er moet een beetje vlees in het account zitten waar we wat mee kunnen doen. Ja, we, denken en, ook wel de, we hebben wat rondgevraagd. We denken ook wel dat dat een enigszins een realistisch bedrag is. Voor sommige mensen zal het misschien wat hoog zijn. Uh, voor anderen is het misschien laag. Maar ja, je hebt wat gespaard. Je hebt een keer een bonus gehad. Wat vakantiegeld. Ja. 10.000 euro. Ja. Weet je, je kan ook beginnen met. 500 euro. Want 500 euro is het bedrag wat wij maandelijks bij blijven storten. Want je kan ja. niet zeggen: Oké, okay, ik ga 10.000 euro investeren en de rest van mijn leven doe ik niks meer. Uh, je wil uiteindelijk ook structureel blijven investeren en structureel bouwen aan een portfolio. Dus we gaan beginnen met 10.000 euro en daarna gaan we daar maandelijks 500 euro bij storten. Uh, je kan ook beginnen met die 500, alleen ja, dan heb je gewoon nog weinig skin in the game. Dan kan je niet echt diversificeren. Dan kan je niet heel veel kanten op. Dus ja, is het voor jou niet anders? Je kan altijd beginnen. Absoluut. Je kan altijd beginnen. Alleen als je kijkt naar de ideale start, ja, dan moet je iets. Iets van beef in de game hebben gaan ja. en dat is uh, wat we hiermee uh, willen gaan doen. Uh, dus eenmalig gaan we 10.000 euro gaan we op het account storten, daar gaan we mee starten. Maandelijks gaan we er 500 euro bij storten. Maar hoe komen we dan aan die 500 euro? Want dat is de vraag die veel mensen natuurlijk hebben. Ja, daar hebben we ook ons uh, huiswerk voor gedaan: onderzoek gedaan van ja, hoe, hoeveel geld verdient iemand gemiddeld genomen ja. uh, en hoeveel van het geld zou je kunnen investeren. Uh, hier een onderzoek van Young Capital. Uh, Daarin staat uh, dat de netto uh, met vakantiegeld eens per jaar uitbetaald uh, zit op 2700 euro. Ja, dat, dat is dus het bedrag netto, modaal gemiddeld. Ja, dat verschilt natuurlijk echt per leeftijdscategorie ja. ook. Um, je ziet het ook gewoon oplopen dat, ja, tot 25 jaar. Uh, is dat gewoon het gemiddelde veel lager? Ja. Um, zit je aan 45 tot 55 jaar, daar zit je op het hoogste. Dus. Afhankelijk van waar jij invalt, wat jouw inkomen is... ...zul je daar ook zelf jouw eigen uh, je, je, je. Je gemiddelde in moeten vinden. Wat, voor jou, wat jij kunt missen, wat voor jou prettig is. Je kan en je moet hier ook je eigen plan intrekken, ...want iedereen heeft een ander, uh, andere portemonnee en dat moet je ook zeker ja. doen. Alleen in dit geval uh, met de 2700 euro zoals het hier dan staat... Ja. Uh, ...komen we uiteindelijk op 500. Nou, hoe kom je dan aan die 500? Hoe voorzien je dat dan weer? Nou ja, er zijn ook gewoon stelregels voor. We hebben de 50-30-20 regel en dat houdt in... En dat is ook gewoon een, een standaard iets. Hè. Je kan dit naar eigen uh, ding kan je dat invullen. Um, 50% van je netto inkomen zou moeten zijn voor vaste lasten. 30% zou voor uh, persoonlijke behoeften moeten zijn. En 20% voor uh, schulden, sparen en beleg. Ja. Nou ja, en als je 20% van die 2700 neemt, kom je op 45%. En van die 45% zeggen we, nou, ronden we het af naar 500. Dat is gewoon even hoe we het voor deze serie ingestoken hebben. En dat hebben we dus niet zomaar uit de lucht gegrepen. Uh, maar dat hebben we gewoon op basis van een aantal basisregels hebben we dat. Uh, we hebben dat samengesteld. Ja. Ja, dan uh, gaan we natuurlijk uh, doen bij Maxim. Ja. We hebben vorige week een video over gemaakt waarom wij naar dat platform gaan. Ja. Uh, leuk cashback actie uh, samen met hun opgesteld. Ja, dus wil je ook een portfolio op gaan bouwen, kun je daar, uh, zou je daar gebruik van kunnen gaan maken? Dan zou je daar inderdaad uh, terecht kunnen. Maar Jardi, uh, je wil eenmalig 10.000 euro gaan investeren. Ja. Hè? Maar we staan op een altum high. Hoe gaan we dat dan aanpakken? Ja. Dat is de vraag die heel veel mensen hebben. Je staat op het Altair ik wil graag beginnen. Maar jullie zeggen altijd: ja, je koopt niet op de top. Nee. Maar dat is natuurlijk net iets anders als je geen allocatie hebt. En dat is wat we nu op dit moment nog niet hebben in deze serie. Ja. We hebben geen allocatie. En als je geen allocatie hebt. betekent het niet dat je niet kan beginnen nu. Nee. Maar je kunt ook geen rendement maken als je die allocatie niet hebt. Dus je moet een ja. allocatie gaan nemen. Ja, en als we gaan kijken naar uh, de SP. Uh, ...van het afgelopen jaar, ja, die is behoorlijk groen. Uh, maar, her en der, zijn er misschien wel kansjes in de markt te vinden... ...waar je gebruik van kunt gaan maken. Dus ook al sta je op die all-time high, kun je altijd gaan kijken waar zijn de kansjes in de markt... ...en begin je rustig, stapje voor stapje, je portfolio op te bouwen. Dat is ook ja. niet iets wat je doet binnen één week of binnen een maand. Dat doen we een jaar, twee jaar over, ook afhankelijk hoe de... Hoe de markt beweegt. Ja, en kan je uh, heel veel mensen die gaan beginnen met aandelen. Die zeggen en worden ook die hoek uh, ingeduwd. Eigenlijk een beetje. En snap ik hè. Er is niks mis mee. Uh, richting niet ETF. Ja, dan kan je toch beter een je kopen. Als je een ETFje koopt. Nou, dan heb je van alles wat. Dan kan je lekker achterover gaan zitten. En dan komt het ook wel goed. Ja? Dat kan. Dat, dat ja. kan. Alleen dan maak je dus de keuze ook voor een uh, aanzienlijk minder stukje rendement. En dan zeggen heel veel mensen. Ja, maar uh, mensen weten helemaal niet hoe ze dit moeten doen. 90% van de mensen verliest geld. Ja, en dat komt omdat 90% van de mensen niet weten wat ze aan het doen zijn. Nee. Als je wel weet wat je aan het doen bent. kan je aan uh, losse aandelen. zeker meer rendement halen. En dat is wat we gaan oh. laten zien in deze serie. Yes. Mm -hmm. Ja, en uh, uh, ook die SP. die staat dus op een all-time high. Afgelopen weken wel wat, uh, wat roods gezien. Uh, maar er zijn, altijd, er zijn altijd kansen in de markt. Uh, Terugtestje van 13%. Uh, er zijn ook wat. Uh, terugtesten van 20%. Of is uh, dus de coronacrash. 35%, er zijn altijd kansen. Die zijn er niet nu, maar die ontstaan altijd. En dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Als jij. Uh... Dat geld wil allokeren, ja, wil je dat wel op een zo gunstig mogelijk moment doen. Dus dan ja. zul je stapje voor stapje ja, moeten gaan doen. Dat kan je aan zo'n SP aflezen, dat je die momenten een beetje kan timen. Want als je kijkt naar waar we nu staan, en laten we hem eventjes vanaf de top uh, meerekenen, want daar start uiteindelijk de terugtest. Als je zegt, oké, okay, we testen hier naartoe terug, dan test je ook heel mooi uh, de bovenkant hier terug. Hè. Dit is een hele mooie terugtest. Nou, dan hebben we het over een 10%. En ja. nou, dat zou een heel mooi moment zijn om te kijken, oké, okay, hey, we zijn nu 10% teruggetest met die SP. Misschien is dit het moment om iets zwaarder te gaan uh, allokeren. Je kan zelfs ja, naar een 20% terugtest kijken. Je kan naar een uh, 32% terugtest kijken. Dat zijn momenten. Dus dit, dit, dit zijn momenten dat je kan denken hé, hey, misschien moet ik nu even iets meer extra gas geven. Ja. Iets meer die portfolio gaan vullen, want dit is een mooi moment. Want die momenten die liggen er heel vaak. Je kan dat terugvinden in de chart. Dat betekent niet dat je niet gelijk kan beginnen. Want we gaan uh, gelijk beginnen vanaf de volgende aflevering. Dan gaan we gelijk... Um, al beginnen met aankopen. Yes. Ja, en ook die 500 euro per maand, um, die, die gaan we ook allokeren. En dan gaan we op dat moment zoeken naar de beste kansen in de markt. Ja. En uh, dat, dat kunnen we bijvoorbeeld doen aan het kijken naar welke sectoren zijn er interessant en dan gaan benchmarken. Uh, um, ja, misschien is er wel een aandeel waar, een, echt een specifiek aandeel waar, uh, waar wat aan de hand is waar we gebruik van kunnen gaan maken. Ja, hoe we dat gaan doen en waarom we dan die aandelen gaan selecteren, dat gaan we natuurlijk allemaal in de serie uitleggen. Ja, we gaan gewoon rustig aan beginnen met inschalen. Uh, ik, ik snap dat heel veel mensen aan de andere kant graag zouden willen zien uh, dat ja, de aflevering waarin we beginnen, dat er meteen boom 10.000 euro geïnvesteerd wordt. Dat er een hele mooie portfolio staat met een perfecte verdeling. En met uh, dikke groene cijfers erin. Dat kan niet vanaf dag 1. Je kan niet in één keer die 10.000 euro injecteren. Heel veel mensen denken ook: ja, ik heb nu dat geld op de bank, dat brandt in mijn zak, dat moet eruit. Ja, eruit zorg dat het op je account staat en zorg dat je het kan allokeren. Je bent nog niet uh, volledig in positie. Dat ga je opbouwen en dat moet je rustig doen. Dat moet je verstandig doen. En dat is ook wat we gaan doen. Hè. We gaan dat in iedere video gaan we dat dus uh, laten zien. Gaan we dat terughalen en we gaan laten zien wat we aankopen. We gaan laten zien als we winst nemen, waar we winst nemen. We gaan de asset selectie met jullie meenemen. We gaan uitleggen waarom we een bepaald aandeel hebben gekozen. Uh, we gaan laten zien als we dividend hebben gekregen, wat we daarmee doen, hoe we daarmee omgaan. Ja. We gaan in deze serie gewoon van A tot Z laten zien hoe wij die portfolio opbouwen. Dit is ook niet een serie voor de komende vijf maanden. Nee, dit is een serie die we voor langere tijd van de komende jaren gewoon bij gaan houden. Ja, dit is echt iets. Kijk, er gaan aandelen komen die we aankopen, die uh, in de beginperiode misschien onder water komen. Absoluut, staan. dat gaat gebeuren, dat hoort erbij. Uh, maar deze serie doen we inderdaad voor de lange termijn. En op de lange termijn gaan we deze portfolio opbouwen en laten groeien. Die groeit niet in een week, die groeit niet in een maand, dat kost tijd. En ja. uh, die tijd gaan wij erin steken en we gaan het aan jullie laten zien hoe dat moet ja. en hoe je dat zou moeten doen. Ik heb er zin in. Ik heb er ook heel veel zin in. Uh, daarnaast gaan we in de, in de video's even een terugblikje doen. En een vooruitblikje op uh, ja, de, de, de week die geweest is en de week die komen gaat. Ja. Um, op Instagram doen we dat natuurlijk uh, ook al. Op Instagram heb Jordi ook elke week al een uh, stukje dat hij uh, vooruit blikt. Uh, dat zien we hier. Dat hij vooruitblikt op de week die eraan zit te komen. Wat voor events er allemaal te wachten staan. Naar de ene keer zijn ze wat interessanter dan de andere keer. Ja, dus maar... in deze periode beginnen de earnings weer te komen. Uh, afgelopen week de banken uh, gehad. Dat zien we hier ook. Dit is die van, uh, van afgelopen week. Um, ja, daar zien we dus dat soort cijfers terug. Ook inflatiecijfers. Ja, we zien uh, als we gaan kijken naar uh, afgelopen week. Ja, zien we toch wel een, uh, een rode week uh, op de chart. En ook als we gaan kijken naar de, naar de heatmap. ...zien we over het algemeen een rode week. Ja, en dat is uh, gekomen door de wat hogere inflatiecijfers in Amerika... Die waren wat hoger dan verwacht. Uh, wat dus betekent dat de rente misschien uh, nog niet verlaagd gaat worden komend jaar... ...of dat er minder verlagingen... Wachten, ja. ...dat is waar iedereen op zat te wachten. En dat zijn gewoon dingetjes waar je rekening mee kunt houden. Ja, en die, uh, de maandag droppen we die post altijd op Instagram... Ja. Uh, ...om daarin mee te nemen van ja, wat zit er aan te komen voor volgende week... Uh, Zo is het. Volg ons daarvoor ook eventjes op Instagram als je dat nog niet doet. We heten daar gewoon Dopey Cash, uh, niks anders. Uh, zijn het andere namen die jou uit het niks gaan benaderen, zijn het allemaal scammers. Dit, zoals het hier staat, uh, dat is onze Instagram en that's it. Goed, dit is wat wij gaan doen met de portfolio. Dit is hoe we het aan gaan pakken. Vind je dat tof? Smash even op de duim. Abonneer even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Uh, ik zal zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.